Ze liggen er al 25 jaar, de kenmerkende rode stenen in de binnenstad van Eindhoven. Maar de gemeente is de bestrating beu. Wat je nu ziet is een heel rommelig uiterlijk. Veel verschillende soorten materiaal, veel verschillende soorten tegels. Het ligt er ook allemaal schots en scheef bij. Maar het is 25 jaar geleden dat ze dit hebben gelegd, hè, die rode steens. Dus we zijn echt toe aan iets nieuws. En dus heeft de gemeente een proefstrook aangelegd met 4 verschillende soorten tegels. De bedoeling is dat de inwoners deze tegels uit gaan testen. Ja, we gaan kijken hoe het materiaal zich verhoudt, hè, met het schoonmaken. Is het stroef genoeg? Hè, want mensen glijden vaak uit bij die rode steens, dus dat willen we niet meer. En hoe is de esthetiek? Is het mooi genoeg? En dat testen we graag met bewoners. Dus bewoners vragen we ook om een reactie te geven op deze proefstroken. De bewoners die mee willen doen aan de tegeltest kunnen zich via internet opgeven. Volgend jaar moet het herbestraten van de binnenstad van Eindhoven beginnen.